een rijke mix van kwaliteitswoningen blijven maken is heel cruciaal om te zorgen dat we die verkavelingsdroom, dat we daar een alternatief voor hebben. Je kan geen vliegen vangen met azijn. Als je in je verdichte woning zit, maar die is nu van hen al veel reactie gekregen voor bij maanden, ja. Ik heb eigenlijk heel veel steun gekregen, omdat ik eigenlijk dat de hele vastgoedsector het ook wel weet. Dat als je gaat naar betere woningen, met betere mobiliteit, met meer plaats voor de fiets, slimme automobiliteit die gedeeld is, grotere terrassen, grotere pretfactoren, minder fijnstof, minder files, minder uitsterven van soorten, meer ecologie. Het is een positief verhaal. Ja, het is zelfs te vermarkten op een positieve manier. Welke rol zal de vastgoedsector of wat kan die daarin spelen? Ik denk de voornaamste. Ik ben daar eigenlijk mee begonnen met mijn lezing. Want dan zeg ik, kijk, deze sector kan niet genoeg onderlijnen hoe belangrijk hij is voor het maken van een duurzame toekomst. En vergeet niet dat onze vastgoedeconomie de grootste economische sector van het land is, als je de talen bij de alle aannemerij bij telt. Als ook die economische sector naar een lagere CO2-voetafdruk moet, naar minder afval, naar circulaire modellen van bouwen en recycleren, dan is het. Het wordt de boeiende jaren net voor deze sector, is deze sector de voorgoede van een nieuwe economie.